Toen het bedrijf midden jaren 90 in de crisis terecht kwam, hebben we besloten om te experimenteren met verse kruiden. Maar dat ging radicaal fout. De grootste struggle was logistiek en proberen snel die schaalgrootte te bereiken. We hadden de faciliteiten, alleen we hadden geen ervaring. Het rijden naar de supermarkt, dat was tamelijk eenvoudig, maar om intern die grote volumes te laten verplaatsen, dat is echt een grote uitdaging. Dat gingen we pas over nadenken toen het fout ging. Het lukte niet om het aantal planten uit de kast te krijgen. Ze stonden er wel. We hebben honderden mensen in die kasten gestuurd om die plantjes in te pakken. Uiteindelijk was het economisch helemaal niet meer rendabel. De oplossing is geweest om alle producten naar een centraal punt in je bedrijf te brengen en van daaruit te verpakken en te mixen. Het eerste contract wat we hadden met een grote retail kregen wij geen 2000 dozen per week uit een kas. Op dit moment doen we dat ongeveer per uur.